Caillou, wat ben je daar aan het doen? Ik kan Gilbert niet vinden. Hij heeft zich weer eens verstopt. We zoeken hem later wel. We moeten al bijna naar de peuterschool. Doe je je laarzen aan? Het is nat buiten. Caillou wilde zijn laarzen wel aandoen, maar hij vroeg zich steeds af waar Gilbert kon zijn. Gilbert! Caillou, ben je nog steeds op zoek naar Gilbert? Ja, hij is verstoppertje aan het spelen. Misschien is hij wel buiten. Caillou, ben je niet iets vergeten? Oh. Nu kan je detective spelen, Caillou. Wat doet een detective dan precies? Een detective zoekt aanwijzingen om iets te kunnen vinden. Caillou vond dat wel een goed idee. Dus ging hij op zoek naar aanwijzingen. Kijk, een pootafdruk. Dat is een aanwijzing. En daar nog meer. Hij wist zeker dat hij Gilbert dit keer had gevonden. Misschien heeft Gilbert nu geen zin om te spelen. Maar ik ken wel wat kinderen die daar vast wel zin in hebben. Ja. Het klinkt alsof de hele klas vol zit met dieren uit de jungle. Ik heb een nieuw boek over de jungle. Willen jullie dat zien? Ja! Ja! In de jungle is het heel warm. En er wonen allemaal verschillende wilde beesten. Sommige leven hoog in de bomen. Zoals apen. En vogels. Klopt. Deze vogel heet een papegaai. Kan jij een papegaai nadoen? Goed zo. Dat is een slang. Wie woont daar? De koning van de jungle. Oh, een leeuw! Roar! Caillou vond de leeuw het leukst. Hij vond hem wel een beetje op Gilbert lijken. Maar dan veel, veel groter. Volgens mij is het tijd dat onze dieren uit de jungle buiten gaan spelen. Ja! Ja, de leeuw is buiten! We kunnen nog mooi even spelen voordat het gaat regenen. Caillou had een idee. Laten we verstoppertje spelen. In de jungle. Ja, leuk. Ik verstop me en jij gaat zoeken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Hij fantaseerde dat hij echt in de jungle was. Jij bent Leo niet. Caillou wilde nog wel een keer detectiefje spelen. Een aanwijzing. Hey, psst. Leo, ben je daar? Oeps, sorry dat ik u stoorde, meneer de Leeuw. Hij wist nog steeds niet waar Leo zich had verstopt. Hij had meer aanwijzingen nodig. Dat klinkt als een aanwijzing. Hallo, papegaai. Weet jij waar Leo is? Ik weet het niet, Caillou. Hey, hallo, aapje. Heb jij Leo gezien?
Dit lijkt op de voetafdruk van Leo. En dat klinkt als de lach van Leo. Leo? Caillou, hoe wist je dat ik hier zat? Dat komt door de aanwijzingen. Roar! Ik ben de koning van de jungle. Je bent gewoon een groot poezenbeest. Miauw. Roar! Dat is een aanwijzing dat het zo weer gaat regenen. Caillou! Mama! En door de aanwijzingen die ik als detective vond, zag ik Leo verstopt in de bosjes. Volgens mij heb jij een drukke dag gehad. Trek wel even je laars uit, want anders zit straks alles onder de modder. Oh-oh, te laat. Gilbert! Oh, Gilbert. Die avond was Caillou heel blij om lekker in zijn bedje te liggen. Hij dacht niet dat hij het leuk zou vinden in de jungle als het regende. Gilbert, ik dacht dat jij de koning van de jungle was. Kan jij brullen als een leeuw? Elke dag sterker. Doe voorzichtig, jongens. Het mandje is heel zwaar. Ik zal hem vanaf nu wel even in mijn eentje tillen. Dat is te zwaar voor jou, Caillou. Kom, laat mij maar even. Caillou wilde graag net zo groot en sterk zijn als zijn vader. Vogel! Waar gaan jullie naartoe? Hebben jullie dan geen honger? Nee, ik heb geen honger. Roosie, honger! Oh, nee, lieverd. Koeien eten gras, niet kleine roosies. Boe! Mogen we in het klimrek spelen tot jullie klaar zijn met eten? Is goed, lieverd. Mag ik met jullie mee? Dan kunnen we aapjes na gaan doen. Caillou wilde niet meer zo klein zijn. Hij wilde graag groot en sterk zijn. Zal ik je tillen, aapje van me? Is je gelukt? Heel erg goed. Oh, wauw. Moet je zien. Kijk, Caillou. Een nieuw klimrek. Nog groter. Wauw. En jullie mogen hem als eerste uitproberen. Bedankt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die andere had er maar 4. Papa, mag ik eerst... Alsjeblieft. 1, 2, 3, 4. Heel erg goed, Caillou. Caillou vond het jammer dat hij het eind van het klimrek niet gehaald had. Nu wil ik een aapje zijn. 1, 2, 3, 4. Vijf! Goed gedaan, Leo. Mag ik nog een keer? Natuurlijk, jongen. 1, 2, 3, 4.
Caillou wilde heel graag nog verder gaan. Maar zijn armen werden moe en deden zeer. En zijn handen konden het gewoon niet meer volhouden. Oh, ik kom maar tot nummer 4. Jij ging nog iets verder dan ik. 4 is heel goed. En 5 ook. Bij het andere klimrek zou dat al helemaal tot het einde zijn. Maar ik wil helemaal naar het einde slingeren van dit klimrek hier. Dan moet je eerst nog iets sterker worden. Maar hoe word ik dan sterker? Daar weet ik het antwoord wel op. Willen jullie dat ik het vertel? Ja! Om groot en sterk te worden, moet je eerst... Dat mag ik niet vertellen. Vertel het nou! Goed dan, ik vertel het wel bij het picknickkleedje. Het is tijd om te eten. Oké. Ja! Ja! Ga maar fladderen, fladderen, fladderen. Hoi mama, we gingen slingeren als aapjes. Oh, ik heb iets wat kleine aapjes heerlijk vinden. Klinkt als voedertijd in de dierentuin. Vertel dan, papa. Wat moet ik vertellen? Vertel ons wat we moeten doen zodat we groot en sterk worden. Je wordt pas groot en sterk als je... Wacht eens. Jullie weten het al. Wie heeft dat jullie verteld? We weten het niet. Vertel nou. Om sterk te worden moet je gezond voedsel eten. Zoals groenten en ook fruit. En ook boterhammen. En je moet gezonde dingen drinken. Zoals sap en melk. Papa, al die dingen wist ik al. Het is ook goed om 's nachts heel lekker te slapen. En overdag juist heel veel te gaan bewegen. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon heel veel moet gaan spelen. Sterker worden is een makkie, want al die dingen vind ik superleuk. Ik ook. Ik word echt super, super sterk. Wie wil er nog een glaasje melk? Ik! Oh, ik ook alstublieft! Hoi, Caillou! Billy, mijn ketting ligt eraf! Je bent echt supersterk, Billy. Zo goed als nieuw. Dank je, Billy. Zo, Caillou, jij wordt al sterk, zeg. Echt waar? Vind je dat? Zeker. Vorig jaar was je nog veel te klein om dat te tillen. Echt waar? Hé, papa, moet je zien. Ik word al veel sterker. Zie je? Caillou wist dat het heel lang zou duren voordat hij echt groot en sterk zou zijn. Maar hij zou nu elke dag een klein beetje sterker worden. Caillou de astronaut. Caillou deed graag alsof hij iemand anders was. Zoals bijvoorbeeld een grote harige beer. Papa beer, ben jij dat? Ik ben het, mama beer. Hallo, mama beer. Zullen we samen wat bessen gaan zoeken? Daar zijn wat lekkere besjes. Sommige besjes kun je niet eten, maar deze wel. Ik eet lekker wel 100 bessen. Nom, 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 nom. Ik eet wel 1 miljoen bessen. Caillou, kijk eens wat ik heb. De lampjes doen het echt. En kijk, er zitten 2 astronauten in.
Waarom zitten er geen meisjesastronauten in? Misschien zitten de meisjes in een andere raket. Zullen we doen dat wij astronauten zijn, Caillou? Ik dacht dat we beren waren, Caillou. Caillou wilde heel graag astronautje spelen. Maar hij was al met Clementine aan het spelen. Wil je met ons mee beren spelen? Dan ben jij de babybeer. Nee, ik wil met mijn raket spelen. Dan speel ik eerst met Clementine en strakjes met jouw astronautje, oké? Oké. Ik ga nu naar onze groep toe. Mama Beer, ben je binnen? Van al dat gegrom had Caillou best trek gekregen. Hij had berenhonger. Caillou, kom je naast mij zitten? Nee, kom naast mij zitten. Caillou wist niet naast wie hij moest gaan zitten. Ik weet het al. Caillou kan naast ons allebei zitten. Toen was het tijd voor een verhaaltje. En Caillou zat weer lekker tussen zijn vriendjes Clementine en Xavier. Welk boek willen jullie dat ik voorlees? Heeft u ook boeken over de ruimte en zo? Ja, kijk maar. Die grote gele ronde bol is de zon. En dit zijn de planeten. Deze planeet hier is de aarde. Dat zijn wij! Dat klopt, Xavier. De aarde is de planeet waar wij op wonen. En deze astronauten hier gingen naar de maan. En naar alle andere planeten. Caillou zou ook wel met een raket willen vliegen om alle planeten te zien. Hier komt astronaut Caillou! Zo, we gaan lekker buiten spelen. Ja! 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 Nu kunnen we weer beren spelen. Ik kan niet, Clementine. Ik ga nu astronautje spelen met Xavier. Je mag wel meedoen. Dan ben jij ook een astronaut. Maar ik wil beer spelen. Ik wil geen beer spelen. En ik wil geen astronaut zijn. Wat is er aan de hand, jongens? Clementine en Xavier willen allebei iets anders doen. Dan bedenken jullie iets wat iedereen leuk vindt om te doen. Caillou probeerde iets te bedenken voor astronauten en beren. Juf Martin, zijn er ook beren op andere planeten? Dat weet ik niet, Caillou. Maar het is wel een hele goede vraag. Misschien zijn er wel beren op een planeet ergens heel ver weg. Dan zijn wij de astronauten die in hun ruimteschip vliegen naar de onbekende nieuwe berenplaneet. Berenplaneet? Ja, dan ben jij een beer op de berenplaneet en wij komen op visite. Oké, de berenplaneet is dan daar, oké? Oké, kom mee, Caillou. We stappen in ons ruimteschip. We hebben een nieuwe
nieuwe planeet ontdekt, astronaut Caillou. Ja. Volgens mij woont hier niemand. Wauw! Hey, wat was dat? Ik ben mama beer. Willen jullie besjes? Ja. Oké. Caillou vond het fijn om met zijn vriendjes Clementine en Xavier te spelen. Allemaal samen. Caillou's eerste bruiloft. Vandaag was een heel bijzondere dag. Jonas, een vriend van papa, ging trouwen. En Caillou en Rosie mochten ook bij de bruiloft zijn. Kijk eens aan. Je ziet er erg knap uit. Wordt die bruiloft hetzelfde als toen mama en jij gingen trouwen? De meeste dingen gaan hetzelfde. Maar onze bruiloft was niet op een ranch. En Rosie en jij konden ons toen niet helpen, want jullie waren nog niet geboren. Oh, fijn. Je bent al klaar. Zullen we even oefenen wat Rosie en jij moeten doen bij de bruiloft? Caillou had een hele belangrijke taak vandaag. Hij moest de trouwringen naar het bruidspaar brengen. Hups! We oefenen wel even met één ring. Nou, lieverd, jij brengt het kussen met de ringen naar voren toe, oké? Alsjeblieft, liefje. We doen net alsof er rozenblaadjes in zitten. Jij loopt dan door het midden en strooit met de rozenblaadjes. Goed zo. Caillou, als papa om de ringen vraagt, mag je ze aan hem geven. En je weet dat ze getrouwd zijn als het bruidspaar gaat kussen. Kijk zo. Oké, ik denk dat we er klaar voor zijn. Gaan jullie mee? Het wordt vandaag een lange dag, maar ik wil wel graag dat jullie twee netjes schoon blijven. Ik ben zo benieuwd naar Lucky, dat paard van Jonas. Ik hoop dat hij nog weet wie ik ben van de vorige keer. Caillou nam nog snel wat wortels mee voor Lucky. Al gauw kwamen ze aan bij de ranch van Jonas. Opa en oma waren er ook al. Niks aan de hand, mama. Ik ben niet vies. Welkom. Ik wil jullie voorstellen aan Kirsten, mijn mooie bruid. Zijn jullie helemaal klaar voor de bruiloft? Mag ik nog even naar Lucky? We gaan nog eerst eventjes oefenen. Die kant op. Ja! Caillou! Als je wil dat iemand aan de kant gaat, zeg je netjes pardon. Netjes pardon. Maar natuurlijk, kleine cowboy. Ze gingen nog één keer oefenen. Oma speelde voor Kristen, omdat die zich op dat moment aan het aankleden was. Nee, nog niet, lieverd. Nu doen we nog eventjes alsof. Neem jij, Kristen, Jonas tot je wettige echtgenoot? Ja, ik wil. Met deze ring beloof ik je trouw. Dat ging perfect. Je bent een geweldige ringendrager, Caillou. En jij bent een fantastisch bloemenmeisje, Rosie. Mag ik nu naar Lucky toe? Tuurlijk. Oh, trouwens, je kunt me wel een handje helpen. Caillou voelde zich al heel groot. Hij mocht Jonas helpen om Lucky in te spannen voor de bruidskoets. Loopt hij recht naar achteren? Ja. Kom maar, Lucky. Kom maar. Caillou vond dat de koets leek op de wagen van een cowboy van vroeger. Yeeha! Hotsik, Lucky, hotsik! Even de dorst lessen. Al klaar, Lucky? Kom, dan gaan we weer. Oh.
Als we in de stad zijn, dan krijg je zoveel wortels als je maar wilt. Yeeha! Hotzik, Lucky! Hotzik! Hou, die cowboy! Deze zijn voor jou, Lucky. Ik heb een wortel meegenomen voor Lucky. Mag ik die aan hem geven? Tuurlijk. Leg hem maar op je hand en hou je hand plat. Kijk zo. Voorzichtig. Je mag niet vies worden. Oh, kijk nou toch. Even opknappen, hoor. Ik probeerde echt schoon te blijven, maar het hooi bleef plakken. Caillou herkende Kristen bijna niet meer. Ze zag er heel anders uit in haar bruidsjurk. Niet laten vallen, Roos. Netjes, pardon. Daar ligt er eentje. Netjes, pardon. Daar ligt hij. Ik heb ze. Stop ze maar in je zakken. Dan kunnen ze niet meer vallen. En neem jij, Jonas, Kirsten tot je wettige echtgenote? Ja, dat doe ik. Met deze ring beloof ik je trouw. Caillou kon de andere ring niet meer vinden in zijn jaszak. Met deze ring beloof ik je trouw. Ik verklaar jullie in de echt aan elkaar verbonden. U mag de bruid kussen. Goed gedaan, Caillou. En jij ook, hoor, Rosie. Maar ik liet de ringen vallen en mijn knieën werden helemaal vuil. Maar je hebt de ringen weer gevonden. En je was heel erg beleefd. Dat klopt. Het ging misschien een beetje mis, maar ik vind dat alles perfect is afgelopen. Hier, Rosie. Caillou was heel blij dat alles goed was afgelopen. En hij was heel erg opgelucht dat hij de trouwringen niet was kwijtgeraakt. Het hardste geluid. Caillou was lekker aan het spelen met zijn brandweerauto. Hier spreekt de brandmeester. Er is brand bij de oude scheepswerf. Kom snel! Je moet niet zoveel herrie maken, Caillou. Rosie ligt net even te slapen. Sorry, mama. Ga maar lekker buiten spelen. Caillou wilde eigenlijk niet buiten spelen. Maar hij wist dat hij buiten net zoveel herrie mocht maken als hij maar wilde. Oké. Mama! Oh, ik kom eraan, Rosie. De brand. Kom mee, we moeten hem blussen. Caillou kon zijn brandweerauto niet eens meer horen, omdat papa nog veel meer herrie maakte dan hij. Papa, als jij binnen zou grasmaaieren, dan zou mama zeggen dat je te veel herrie maakt. Nou, dan is het maar goed dat het gras hier buiten groeit en niet daarbinnen, of niet? Dat zou wel gek zijn, hè, pap? Phew. Ik krijg flinke dorst van dat gras maaien. Ik zou nu heel graag een glaasje sap lusten. Jij ook, Caillou? Ja, lekker! Caillou en papa dronken samen een glaasje appelsap. En dat smaakte heerlijk fris. Dat is een verdrietig geluid. Waarom verdrietig? Omdat mijn sapje nu op is. Weet je, dat is waar.
Het is een verdrietig geluid. Geef maar, dan zet ik hem even weg. Caillou vroeg zich af of er een nog harder geluid bestond dan de grasmaaier van papa. Iets wat nog meer herrie maakt. Echt waar? Wat dan? Dat verklap ik nog niet. We moeten een eindje rijden om het te horen. Kom mee. Is dat het hardste geluid, papa? Dat is wel heel hard, ja. Maar nog lang niet zo hard als wat ik je ga laten zien. Dat is een lekker geluid. Nou en of. Maar het is niet het hardste geluid, of wel, pap? Nee. Caillou was heel nieuwsgierig naar waar hij met papa heen zou gaan en wat dat harde geluid toch zou zijn. Caillou dacht dat papa zich vergiste. Hij hoorde hier helemaal geen harde geluiden. Maar het is hier juist heel erg stil. Even geduld hebben. Het blijft hier nooit heel erg lang stil. Jongen, papa, zag je dat? Papa, zag je dat vliegtuig? Ja, ik zag hem. En hoorde je hoe hard dat klonk? Ik wou dat er nog meer vliegtuigen waren. Kijk daar eens. Volgens mij komt er hier zometeen ook nog een vliegtuig landen. Caillou was dol op vliegtuigen. Hij fantaseerde over hoe leuk het zou zijn als hij een echte piloot was. Ik ben zo hoog als de wolken. Piloot Caillou, ik ben gereed voor de landing. Vlucht 813, u heeft toestemming om te landen op baan 5, over. Begrepen, landingsbaan 5, over en uit. Ik zie landingsbaan 5, daar gaan we. De meeste herrie van alle dingen. En waar zijn jullie geweest, liefje? Papa nam me mee naar de... Caillou herinnerde zich ineens weer dat Rosie lag te slapen en dat hij zachtjes moest doen. Oeps, sorry mama. Het geeft niks. En wat wilde je zeggen? Ik ging met papa naar het vliegveld om vliegtuigen te kijken. En ze maakten superveel lawaai. Ze maakten nog meer herrie dan de vuilniswagen en de grasmaaier. Wauw, dat klinkt hard, zeg. Volgens mij ben jij ook wel aan een slaapje toe. Hou jij van vliegtuigen, Gilbert? Ik vind ze leuk, want ze maken zoveel herrie. Rom, rom, rom. Caillou was dol op het harde geluid van de vliegtuigen,
maar hij vond het zachte geluid van de spinnende Gilbert nog veel prettiger.